Nick de Winter. Ja. We kennen je uit de Truckstar. Ja, klopt. Met deze auto. Met deze auto. En dan hebben we nummer 8, half maand terug, ingestaan met een hele reportage. En er werd echt alles in uitgelicht tot de kleinste details. Ik wil het nog een keer doen, maar dan op video. En dan op Truckstar. Ja, op Truckstar. Dus dat, dan beginnen we. Vind je het leuk dat je er bent? Ja. Had je verwacht? Wel en niet, maar we hebben gewoon eigenlijk de foto ingestuurd. En we zien wat Schipstrand. En ja, toen werden we gebeld voor de top 3. Dus ja, de lezers die wouden dat. En dan gaan we, hebben we B gezegd, ik en mijn broer. En ja, dan hebben we er heel wat van kunnen maken. De Winter, jij de Winter? Ja. Je hebt een bedrijf met je broer, met je familie, hoe zit het? Transport doe ik samen met mijn broer. En totaal nu 5 auto's rijdende. En eigenlijk als familiebedrijf zeg maar, zijn we eigen boeren. We hebben een akkerbouwbedrijf. Hier in Groningen, in de kop van Noord-Groningen. En in Denemarken. Oh, heb je ook een boerenbedrijf? Ja, ook agrarisch. Boerenbedrijf en een transporttak? Ja. Oké, en dan rij je met mest? Ja, dat is eigenlijk ook natuurlijk van begonnen zeg maar dat je zelf ook agrarisch boer bent. En dan heb je mest ook nodig. Dus we doen zelf ook de mest naar huis toe. Voor onze eigen landen. En zo is dat balletje een beetje gaan rollen dat je steeds meer aan gaat pakken. Wat ben je, boer of chauffeur? Beide. Ik vind beide mooi, maar ik kan het ene niet missen en het andere niet missen. Mag erin? Jazeker. Hatsie. Kijk, ja, dit is wel heel strak. Het is veel bruin met veel donker grijs en zwart. Ja, het is echt zwart. Dat hebben ze allemaal gespoten. Hmm. En je hebt wel weer heel verschillende bruinen. Maar waar wij tussen donker en licht in gaan zitten. Om hetgeen van de donkere kleuren aan de buitenkant van de auto. Alles is gedipt. Eén bed. En bovenkastjes. Bovenkastjes en daar heb ik 2 van mijn schoenen staan. Waarom? Dat is nog een hobby slash verzameling, dat ik speciaal schoenen verzamel. Het ziet er gewoon hartstikke heel netjes uit. Je bent de hele week van huis. Ja. Je rijdt op Denemarken. Denemarken en in de mestperiode zeg maar, hebben we thuisopslag. Dus ja, dan ga ik 's ochtends vroeg weg en dan doe ik mijn rondes. En dan kom ik eigenlijk 's avonds weer op de boerderij aan. En het is drijfmest? Het is drijfmest, ja. Van koe en varken voornamelijk. Hey, dit heb je helemaal dicht gezet. Ja. Wat is dit? Dat is ons beeldmerk. Het logo? We hebben gewoon het logo, de tekst, dat is de Wintertransport. En dat is eigenlijk het beeldmerk, het is een W met de vleugels erbij. Ja, en ja, met die vleugels dat kon je heel makkelijk van een W maken. Dus eigenlijk zo is het een beetje ontstaan daarin. En aan de achterkant, je hebt een hele mooie slangenrek gemaakt. Ja. Ook weer functioneel omdat daar de pijpen aan vastzitten. Klopt. En ook eigenlijk met hetgeen, het is een laag cabinedak. En dan wisten we sowieso op 4 meter komen ze er mooi wat boven te staan. Ja, en dat vonden wij dat echt niet mag missen. Dan een hele mooie special paint op je achterwand. Ja, dat is van de paarden van mijn opa geweest. Die is eigenlijk zo begonnen. En dan weer in Zeeland en Brabant. En die is wel aardig wat verhuisd vroeger. Maar eigenlijk zo is het een beetje ontstaan. En wij vonden het echt heel mooi om dat erop te zetten. Het zijn de paarden van je opa? Ja. Maar hoe weet je dat die er zo uitzagen? Nou, we hebben nog oude foto's. Pa heeft nog in het archief wat foto's kunnen vinden van toen de tijd. En die waren natuurlijk niet helemaal scherp, zeg maar. En dat heeft de airbrushje wel eigenlijk nodig. Maar die heeft er toch nog wel echt wat in detail van kunnen maken. Ziet er stoer uit. Dankjewel. Noord-Groningen woon je? Helemaal in de kop van Groningen, bij de Eemshaven. Je kunt ook niet verder. Daar houdt de wereld op. Ja, de Waddenzee. Ja. Blijft over. Luctor et emergo. Ik worstel en ik kom boven. Ja, klopt. Dat is de spreuk van de Zeeuwen. Ja, dat staat op het Zeeuwse wapen. En vroeger, niet dat ik er echt mee opgegroeid ben, maar ik las het altijd bij mijn opa en oma. Ik heb nog een keer op een schuur gestaan. En het is me altijd meegebleven. En eigenlijk de tekst wat het betekent. Je valt om en je gaat gewoon weer door. En dat gewoon maar blijven doen, dan kun je wat bereiken. Dus die hou ik eigenlijk altijd met me mee. Zeg net, het is strak, het is netjes, maar dan komen we aan de achterkant en dat is natuurlijk een chaos. Want hier dat is een chaos. Hier werk je mee, hè? Daar werk je mee en met slecht weer, we zitten op onverharde wegen, putten, kuilen. Het is altijd één grote bende achter. Maar nu niet, want als ik hier naar kijk, het zit allemaal strak in de lak. Het is allemaal strak in de lak, alsof het eigenlijk nieuw is. Maar ja, enkel hebben we dit gespoten, maar dan gooi je de slang in. En dat vond ik wel... Hier koppel je de slang aan die naar de... Je haalt hier het dekseltje af, je kunt hem lostrekken. Ja. En dan heb je die zuigslangen voor laden lossen. En die gooi je erachterin en daar raak je altijd wat mee, want dat kun je gewoon niet voorkomen. Dus deze heb je voor van het weekend even overgespoten? Zelf even overgespoten, ja. Ja, dan zijn we rond. Ja. Maak je kans.
Ja, maak ik kans. Je kunt eerste worden, tweede, derde. En anderen zijn ook heel mooi. Maar we gaan wel gewoon nog steeds, we gaan wel voor die eerste. Maar is het een tweede of een derde plek, het gaat voornamelijk ook bij ons om het weekend. Met de vrienden. Wens ik je een fijn weekend. Dankjewel.